Oh my god. Olivia heeft oprecht mijn ux aan. Waarom vinden kinderen dat zo leuk? Schoenen aandoen van hun ouders. Dit is echt bizar, kijk dan. En ze heeft ze ook nog verkeerd om aan. Dit is zo gestoord. Maar ze is nu zo trots op zichzelf. Tuurlijk, maar dan gaan we nu wel uit. 1, 2? 1, 2? Hey guys, welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag dinsdagochtend. Ik heb net, heftig licht dit, Olivia naar de crèche gebracht. En nu ga ik mij opmaken en dan ga ik een foto maken, twee foto's maken voor gesponsorde Instagram dingen die online moeten. En voor de rest werk ik op kantoor en ik krijg Clearlift laser en facial bij Knap vanmiddag. En mijn huid is echt te slecht, dus daar ben ik echt aan toe. Dus laten we samen make-up doen. Ik ben dus met make-up iets nieuws aan het uitproberen. Namelijk dat ik als ondertoon, is nu een beetje, ja, ik denk dat je het al ziet, iets meer een rode kleur probeer. En dan daarover doe ik eigenlijk mijn normale make-up. En ik ga beginnen met eyeliner, zoals altijd. Dus. En de eerste kant is gedaan. Het lijkt echt een wit trouwens op deze camera. Maar echt bleek. Het valt best wel mee. Ik ga dus zo naar kantoor en ik heb echt de laatste tijd zoveel kantoorwerk te doen. Ik spendeer echt wel 8 uur per dag op kantoor. Dat is voor mijn doen echt heel veel. Maar september is eigenlijk een van de drukste maanden. Dus vandaar. En aanstaande zaterdag, tenminste dat is voor jullie gisteren, loop ik een modeshow voor de Bijkorf. Volgens mij is dat in de beurs van Berlage. Dus ik ben benieuwd hoe dat is. Anna en Lizzie en Yara zijn er ook, dus dat is gezellig. Even kijken, zit hij nu goed? Wat ik altijd doe als ik mijn eyeliner gedaan heb, is dat ik dan met de kleur die ik zeg maar in mijn crease heb, ga ik zeg maar de vorm van mijn eyeliner nog even aanzetten. Alleen dan met een soort van schaduw van oogschaduw. Raar woord is dat eigenlijk, oogschaduw. Of is dat niet raar? Ik vind het een raar woord. En dan heb ik een nieuwe favorite mascara. Deze is namelijk echt ideaal voor wat ik wil. Dat is de Paradise Ecstatic van L'Oréal Paris. Kijk, zie je hem zo? Ja. Hij is roze goud, which I like. En ik hou zelf van hele lange wimpers en dat ze zeg maar uit elkaar zitten, gesepareerd. Stom woord is dat. En deze mascara is daar wat mij betreft ideaal voor. Ik hou zeg maar niet als het met dikke klonten erop gaat. Sommige mensen houden ervan dat ze één laag moeten doen dat het dan heel dikker op zit. Maar ik vind het mooist zeg maar heel lang en zeg maar subtiel is. Maar nou ja, subtiel. Ik heb mijn mascara's niet subtiel. Maar ik vind deze mascara echt ideaal. Dus ik zal even iets dichterbij deze opdoen. Dan kunnen jullie dat iets beter zien. Mascara blijft wel echt mijn favoriete onderdeel van make-up doen. Wat is jullie favoriete onderdeel? Sommige mensen zeggen wenkbrauwen, de ander zegt concealer. Voor mij is het dus echt mascara. Oh, echt, I love deze mascara. Hij is echt perfect. Nou kijk, ik heb nu 2 laagjes gedaan. Hij zit ook al best wel goed erop. Maar je wimpers worden gewoon zo lang ervan. Which I like. Maar met sommige mascara's kan je dus niet mooie laagjes over elkaar doen. Ik vind dat zelf echt super mooi. En met deze kan dat dus echt. Het wordt echt bij elke laag mooier, zeg maar, zoals ik het wil. Ja, dit is echt top. Kijk.
Dit verschil is best wel heftig trouwens. Dus let's do the other side. Wat trouwens ook echt grappig is, dat iedereen zijn eigen manier heeft van make-up opdoen. Ik doe altijd mijn wimpers knippelen, want ik heb het gevoel dat het dan overal komt. Oh, deze mascara is zo chill. Oké, mascara is done. Ik ga eventjes snel mijn wenkbrauwen en concealer en zo doen en dan zie ik jullie zo. Ik ben op kantoor aangekomen en ik heb weer een nieuwe jurk aan. Van de Zara ook. Vind ik ook super leuk. En het is echt lekker weer buiten. Daar ben ik heel blij mee. En wat verder, ja, ik ben gewoon lekker aan het werk. Ik ga zo wat foto's maken, dat wilde ik eigenlijk eerst doen. Maar ik dacht, ik ga eerst even naar kantoor en koffie drinken. Ik heb weinig geslapen vannacht en even een beetje de werk nog opstarten. Dus dat ben ik nu aan het doen. Wat wilde ik zeggen? Ja, ik ga vanmiddag naar Knap. Daar heb ik heel veel zin in. Maar ik wilde wat zeggen. Dat was het ook alweer. Oh ja, ik weet nog wat ik wilde zeggen. De nieuwe bank is aangekomen. Die gaan we straks even uitpakken en neerzetten. En het is zo'n bende op kantoor. Echt niet normaal. Maar goed. Ik ben thuis. En Olivia is terug van de crash. En Olivia gaat koken. Wat ga je voor mij koken? Een eitje. Even je pannetje afspoelen. Mag ik zo ook in jouw keuken? Ga je koken? Goed zo. Mmm, is het lekker? Is het lekker? Nou, is het heel leuk. Echt? Dat is lekker. Oké. Nee, geen baby, maar een baby. Oh, baby. Baby. Baby komt morgen uit school. Leuk, hè? Baby. Ja, baby is jouw beste vriendin en jouw liefste baby. Zus. Ik ben weer thuis van kantoor en ik heb heel veel pakketten van Zara binnen. Ik denk dat ik ze allemaal even ga uitpakken. Ik weet niet of ik alles ga aantrekken, maar het is misschien wel leuk om even allemaal te laten zien wat ik heb gekocht. En ik heb ook super veel voor Olly gekocht. Ik had al 2 pakketten deze week uitgepakt. Maar ik zal die andere zo ook even doen. En ik heb ook trouwens een nieuwe bank op kantoor. Oh, die zal ik morgen ook eventjes laten zien. Olivia is bezig met de eerste unboxing. Wauw, dat is van jou allemaal. Dit is allemaal van jou. Alles binnen. Tenminste, ik heb het, wilde het net openmaken, maar Olly heeft de doos heel wild opengerukt. Dus ik ga even zo alles uitpakken en kijken of het daar past. Nee. Schatje, je kan er niet op hakken lopen. Kom. Nou, Biebs, fijne avond. Ja. Succes morgen. En dan zien we je morgen. Oké. Doei. 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 Doei.
Habibi. Oké, okay, oh, we gaan even opruimen. Even kijken wat van jou is en wat van mij is. Want jij hebt ook heel veel geshopt bij de Zara. Zo. Wat vind je van deze schoenen, Sander? Leuk. Je mag ook zeggen wat je niet leuk vindt. Ik vind ze niet leuk. Nou, weet ik niet. Je moet ze even aanzien. Ik vind het altijd moeilijk dat soort schoenen in te schatten. Ja, het is wel leuk. Het is wel grappig. Ben je dit aan het filmen? Dat klopt. Ik vind deze heel leuk. Okay. Wat vind je van deze schoenen? Eerlijk ja. zeggen, als je alles lelijk vindt, mag ook. Oh, vind ik wel aardig. Ik vind die stompe punt niet zo, geloof ik. Maar ik vind... Ja, dat is wel apart. Maar je vraagt wat ik ervan vind. Ja. Als je het lelijk vindt... Nee, ik vind het niet lelijk. Je kan het niet op lelijkheid betrappen. Oké. Okay. En hebben de vlogmensen het goed kunnen zien, denk je? Wat het was? Nee, ik niet. Zullen we even kijken? Want Olivia gaat er nu instappen. Ja. Oh nee, toch niet. Die vond dat... Oh nee. Nee, het wordt in de doos teruggegooid. Olivia is het er niet mee eens. Die vindt het helemaal niks. Nee, die vindt het niet. Niks. Oké. Okay, nee. Dit wel. Dit gaat nu op. Let op. Dit is echt superleuk. Dit is een haarband. Ik vind hem echt fantastico. Ja. Je hebt toch echt een meisje. Niet een jongen zoals ik denk. Helpen? Oké, okay, ik weet niet tot waar jullie het gezien hebben. En ik weet ook niet of dit licht goed is. Ja. Ik had dit sjaaltje heb ik. Voor mijn haar. Which I like. Of voor een knot zo. Dat is misschien nog leuker. Dus die gaan we houden. En Molly is inmiddels mijn laars aan het aandoen. Nou, deze dus. Die haarband. Ik heb deze sokjes met gouden stippeltjes erop. Because I love gold. Is ook leuk voor in schoenen misschien. Even openmaken. Oh my god. Olivia Kleineberg. Je hebt nu echt alle schoenen uit mijn kast aangetrokken. Maar goed. Oh, dit is een beetje te groot voor jou. Voor Olivia heb ik ook heel veel gekocht. Deze trui met stippeltjes. En die leg ik trouwens even hier, want die moet allemaal naar beneden. Dit vest, Sander, kijk. Zo'n vestje met van die wijd uitlopende mouwtjes. Oh, leuk. Leuk, hè? Kijk, dat is heel tof. Deze heb ik voor Livia met sterretjes. Nice. Leuk, hè? Ja. En dit dacht ik is handig. Voor over allemaal kleding. Het heeft dus het is gewoon een soort van poncho. Maar het is niet handig om rode pasta mee te eten. Het is niet handig om rode pasta mee te eten. Ik heb nu 1, 2, 4 paar schoenen uit mijn kast gepakt al. Let's open the next box. Maar ik had nog veel meer voor Olly gekocht. Ik snap het niet. Oh ja, hier. Oké. Okay. Heb ik gekocht. Wat schattig. Leuk hè? Ja. En is dat voor mij? Dat is voor jou. Deze vond ik heel schattig. Ja, superleuk. Leuk hè? Ja. En ik heb deze gekocht. Gewoon een wit shirt met een unicorn. Mm-hmm. Leuk? If you're in love with unicorns, this is probably leuk. Nee, tuurlijk niet. Deze broek, die vond ik heel leuk. Ja, die is ook heel leuk. Toch? Absoluut. Ik heb nog meer hoor. Je bent er nog niet vanaf. Oh, deze heb ik 2 keer gekocht. Ja. Nou ja. Voor het volgende kind. Of je kan hem geven aan iemand. Ik geef hem wel aan iemand. Robert, deze jurk. Donkergroen is die. Ik weet niet of jullie dat kunnen zien. Ja, zo. Leuk hè? Ja. Voor met haar Dr. Martens. Ja. I think these are shoes. Little person shoes. Hmm? Little person shoes? No, big person shoes. Ah. You like? Ik vind ze heel leuk. Mm-hmm. Ik hoop dat ik ze pas. Ze zien er klein uit. Maar Zara's schoenen vallen altijd klein. Ga je daar niet met je voet in? Dat kan wel. Dan moet je mijn voet vasthouden. Vind je leuk? Doe maar. Sam, vind je dit leuk? Ik vind dat leuk. Ik vind dit leuker. Dat je Olivia nu mijn uks aan heeft. Ja. Kom maar, doe deze maar. Doe maar. Kijk. Doe maar. Gaan we lopen. Oh my god.
Olivia heeft oprecht mijn ux aan. Waarom vinden kinderen dat zo leuk? Schoenen aandoen van hun ouders. Dit is echt bizar, kijk dan. En ze heeft ze ook nog verkeerd om aan. Dit is zo gestoord. Maar ze is nu zo trots op zichzelf. Tuurlijk, maar we gaan er nu wel uit. 1, 2. 1, 2. Boem. Was echt tof. Olivia, maar ik heb nu wel een vraag aan jou. Dus even kijken of jij deze opdracht kan vervullen. Kan jij ze terug in mama's kast leggen? Kan je ze terug in mijn kast leggen? Kun je dat even doen? Dankjewel. Leg ze maar terug in de kast van mama. Goedemorgen, het is vandaag woensdagochtend en het stormt heel erg. En Olivia kijkt Olivia de Pig. En heeft twee staartjes in. Knotjes. Ik heb geen staartjes in vandaag. Nee. En Olly gaat zo lekker naar de crèche. Ze kijkt zo bedroefd. Ja, maar dit muziekje is zo... Ze zit er helemaal in. Emo. Emo, hè? Niet aan je staart te komen. Oké, just got to the office. En er zijn weer pakketjes gekomen. Ik ben echt in een intens slecht humeur. En dat komt omdat ik heel erg moe ben. Ik voel me niet lekker. Maar ik wil er niet over zeuren. Dus let's open packages together. Ik heb haarbandjes gekregen. Oh, dit is zo cute. Ik heb dit voor Olivia gekregen. Iemand had deze al geprobeerd mij te sturen. En toen waren ze niet aangekomen. Dit is zo leuk. Kijk wat mooi. En deze. Dit is echt heel cute. Met een leuk zakje. Even kijken of er bij staat waar het van is. Die vrouw of meisje die het gestuurd heeft. Die heet iets van Jacqueline. Zoiets. Maar dat weet ik dus niet precies. Maar dit is wel echt super lief. Dus bedankt daarvoor. En dan heb ik... Wat is dit? What is this shit? Trouwens, mochten jullie afvragen wat ik aan heb. Ik heb die Zara trui en ik denk dat ik er nog een van ga kopen. Want de kwaliteit is niet altijd best en hij is zo zacht. En een oude Levi's broek. Niet een vintage, maar eentje die ik voor een campagne een keer gekregen heb een paar jaar geleden. Let's see what this is. Ik denk dat dit van Net-a-Porter is. Ja. Ja. Alright. Die dozen altijd voor al die pakketten is echt zo'n freaking waste of space. Ik ken het. Net de Forte pakketjes zijn wel altijd nice. Kijk, die zien er altijd zo uit. Even op mijn Insta-story zetten. Dan ben ik daar ook nog een keer actief. Oh, speaking of, mijn telefoon gaat. Ja, Insta-stories. Da-da-da-da. Boomerang, dat is het leukst, denk ik. Oh, nee, die. Hier ben ik heel blij mee. Misschien is deze doos. Dit is een sjaal van Off-White. En hij is echt heel groot, maar I kind of like it. Kijk. Pretty cool. Ik zal een link hieronder posten. Je kan mee naar Fashion Week. Dan heb ik... Oh my god, dat is waar.
verrassing boven verrassing. Het pakket van de Zara. En de vlog is net online gegaan van gisteren, ja vandaag, van de afgelopen week dus. En ik heb het idee dat ik het heel vaak gezegd heb, maar de meest gestelde vraag in de comments is weer waar mijn ketting vandaan is, deze. En guys, die kan je dus via mij bestellen. E-mail sturen naar team@queenofjetlags.com. Hij kost 25 euro en hij is in het goud en in zilver. We hebben toevallig gisteren weer zilver binnengekregen. Dus, mochten jullie hem ook leuk vinden, bestellen. Now let's see what's in here. En laat even een comment achter of jullie het leuk vinden dat ik live pakketjes uitpak. Oké. Oh ja, deze is echt heel leuk. En die was 16,95. Het is een gouden top. Met van die lekkere wijde mouwen. Van Zara. Dit is een bodysuit met een tuur eraan. Also very nice. Lijkt een beetje op al die Dior dingetjes die je nu heel veel ziet. Dit is een broek. Zwart-wit look. Nou jongens, midden in mijn unboxing van de Zara hield mijn vlogcamera er even mee op. Dus die heb ik nu unboxed. Hier ligt alles. Ik heb ook wat nieuwe dingetjes van de Bijenkorf. Waaronder, dit wilde ik al heel lang, deze Burberry sjaal. En een Celine zonnebril. Ik heb deze nieuwe Off-White sjaal. Ik zal allemaal linkjes posten naar deze dingen. En ik heb Balenciaga sokken. Deze. Ik heb een Stella McCartney shirt. Waar ik heel blij mee ben. Die ziet er zo uit. En nou ja, al deze Zara dingetjes. Echt allemaal super leuk. En ik kreeg net een pakket binnen. Dit is echt het thema van deze vlog. Is echt unboxing. Ik kreeg net een Dior pakketje binnen. Waar dit super leuke sjaaltje aan vast zat van Dior. Echt heel cutie. En het zit in dit zakje. Dus even kijken wat hierin zit. Een kaartje. Oh, en Bibi is op kantoor. Alleen die heeft haar. En we hebben een nieuwe bank op kantoor. Waar ik de poten vanochtend goud van gespoten heb. Leuk bankje. Hij is van Alleen Bakker. Was 200 euro of zo. Ik ben er echt heel blij mee. De rest moet allemaal nog gedaan worden. Maar daarover later meer. Bibi, wil je mij even filmen? Ja, zeker. Oh, mooi. Oh, mooi. Ben ik scherp? Yep. Dit zit in het eerste doosje. Ik denk dat het allemaal. Hele mooie kleuren. Oh, dat zijn deze lipsticks met twee kleurtjes erin. Dat je zeg maar, als je hem opdoet. Ik zal er even één laten zien. Dan zit zeg maar die. I love this one. Dan heb je zeg maar al een soort van donkerder lijntje. Very 90s. Eroverheen. Het zijn echt hele leuke kleurtjes. Deze is ook heel mooi. I like it. I like it. I like it. Dus dat. Ik ga ze er wel even uithalen. Want ain't nobody got time for another stuff. En deze zijn ook zo mooi. Heel mooi, die. Ja. Even kijken wat mijn favorietje is. Ik denk deze. Wauw, zo gepigmenteerd. Heel mooi. Nou, en dan nu gaan wij... het wonder. Also known as baby Olivia ophalen. Ik heb hele leuke haarbandjes voor Olivia gekregen. Echt? Mag ik ze zien? Ja. Mogen wij ze zien? Nee, ik heb ze in de vlog al unboxed. Oh, waarom heb ik... Waarom krijgt zij het eerder te zien dan mij? Dat vind ik zo gemeen. Omdat jij op school zat. Oh. Ja. Zorg met z'n moeder school. Kijk. No. Echt super mooi, hè? Die zijn echt heel schattig. Mooi, hè? Hey guys, goedemorgen. Het is vrijdagochtend en ik lig in bed. Olivia die heeft buikgriep. Ik had heel veel kindjes op de crash en dat heb ik ook nu. Dus hopelijk
ben ik er nou vandaag van af. En morgen is die Wijkorf modeshow, dus ik hoop dat ik morgen beter ben. En ik ga lekker in bed blijven vandaag. Oh, Olivia heeft ook gaan lopen. En Sander gaat nu naar New York. Dus ja, ik ga de vlog afsluiten. Heel erg bedankt voor het kijken en ik zie jullie woensdag weer.